Oh, dat is hem. Alexander. Oh, hij is verhuizer geworden. Kijk, ja. Fred Teven, buschauffeur, hij verhuizer. Oh, kijk eens. Oh, de West Wing. Kijk eens. Allemaal cadeautjes die hij heeft gekregen en niet heeft opgegeven. Hier, de nieuwe man. Rob Jetten, 14 jaar, daar staat hij gewoon. Yes. Ongelooflijk. Hopsakee. Oh. Hey, oh, daar is Rob Jetten weer. Het is wel het Clark Kent een beetje. Ja. Gewoon een hele saaie Superman. Hoe oud ben jij? Ik ben 37. Vind je ook, want hij is dan het, de dertigers nemen het Binnenhof over. Vind ik ook zo vermoeiend dat ik denk, maar dit zijn toch geen echte dertigers? Want je bedoelt, hij is veel jonger dan dat. Nee, ja, het is gewoon, dit is een dertiger in het lichaam van iemand die 50 is. De geest. Dit zijn niet mensen, niet mensen die volgende week bij ADE pillen gaan poppen. Nee. Zoals wij. Zoals wij. Zit ik ook straks zit ik volgende week? Ja, dat kan ik niet. Dat kan ik niet. Alleen Jaap is niet uitgenodigd, maar voor de rest gaan wij pillen poppen. Ja? Misschien Thierry Baudet, weet je, die een beetje lavendel snuift in het concertgebouw. Maar voor de rest... Wel wonderlijk dat we nu al helemaal over Rob Jetten zitten. Ja, ja. Pechtold gaat weg, is toch een groot moment? Ja, we gaan hem missen. Ik vond hem wel gezellig. Ik ga niet om hem stemmen, maar het is wel leuk toch dat hij een beetje gekke onechte kinderen en een appartement van een vriend. Dat onechte kinderen? Toch? Zoiets was het toch? Die zijn dan weggehaald. Nou, het was altijd leuk met hem. Maar hij was ook blij, Pechtold. Ik heb die man nog nooit zo blij gezien toen hij eenmaal weg was, toch? Het was ook een soort... die mag eigenlijk gebruik maken van dat appartement nu. Hij heeft er tijd voor. En hij mag alle gemeenteraadsleden krikken. Ja. Dat mag allemaal gewoon weer. Ik vond het een goed verhaal dat Pechtold die schijnt heel erg van op aandacht een beetje te geilen en zich heel erg te willen profileren. En die ging dan bij foto's altijd op het uiteinde staan. Dan kom je in de krant, namelijk wordt je naam als eerst genoemd. Stel dat van links naar rechts. Echt zijn? En er zijn allemaal van dat soort verhalen over hem. Dat vind ik zo... Daarom heet hij ook Alexander. Eigenlijk heet hij gewoon Zacharias. Ja. Precies. Ze hebben het helemaal omgedraaid. Slimme vent. Ik heb ook om gestemd, ook Alexander Pechtold. Dus ergens heb ik wel zoiets van ja, dan wil ik nog een keer. Nu. He? Want ja, ik heb niet ook deze kleuter gestemd. Ben je gek geworden, zeg? Je voelt je in de steek gelaten. Ik heb ook een volwassen man met een oud kaksel gestemd. Ja. En waar ik me ook wel een heel klein beetje zorgen over maak. Want dat is, kijk, Peter heeft het over de leeftijden. En dat is inderdaad significant. Maar ho, ho, ho. Dit is ook een soort Brabantse infiltratie. Fucking hell, man. Mm-hmm. Hij komt uit Uden. Jesse Klaver komt uit Roosendaal. Dan heb je Lilian Marijnis uit Os. Dijkhoff. En dan heb je Klaas Dijkhoff, die komt ook uit Brabant. En ja, dat is gewoon te veel. Gewoon te veel Brabanders. Tsunami van Brabantisering, vrees jij. Ja, ja het zijn allemaal alcoholisten, allemaal drugsgebruikers. En als je het nummer van Guus Meeuwis mag geloven, brandt er altijd licht. Niet goed voor het milieu. En dat kunnen we ons gezien het klimaat niet veroorloven. Nee. Dus nee, too much Brabanders, vind ik. Mm-hmm. Ja. Hoe gaan we ons Pechtold herinneren, Peter? Nou ja, hij heeft D66 toch wel hij heeft het groot gemaakt. En tegelijkertijd een beetje verkocht. Ik vind het eigenlijk... Het is te veel een soort bedrijf geworden, voor mijn gevoel. Ik vond ook hoe bij de verkiezingen... Je voelde aan alles, ze willen met VVD gaan regeren. Dat vond ik zo'n rare instelling voor een partij die volgens mij... Een beetje midden-links was, is het voor mij nu een beetje midden-rechts geworden. Ze hadden gehoopt op die coalitie met GroenLinks, maar Jesse Klaver die ging opeens heel dom doen. Ja, ik vind het ook wel dapper hoor, dat hij is gaan regeren. Ik bedoel, elke iets links van het midden of linkse partij die betaalt een krankzinnig hoge prijs voor regeren. Maar hij doet het wel, wat jij zegt, Jesse Klaver dat niet heeft gedaan, dat regeren. Hij doet het gewoon wel. Die Pechtold. En dan word je natuurlijk een beetje afgestraft. Ik hij wist in maart al dat hij de melk wilde gaan halen. Ja, schijnt. Dus dat ja. Ja. Maar het is ook, denk ik, nog een iets andere Pechtold die we ook gaan missen. Kijk even. Ik ben ontzettend blij mee, want het klimaat is niet alleen Nederland. Het is zelfs niet alleen Koninkrijk. Het is ook de Tuwa-eilanden, of Tui-eilanden, geloof ik. Tuvalu. Ja, maar Tui is een... Tui-eilanden. De Tuvalu... Ja, Tuvalu, waar je met Tui naartoe kan vliegen. Ja. En een van die eilanden, voorzitter, het eiland Nui, was ooit in 1821 het nieuw Nederlands eiland. Door de boten de H.M. Pollux en de Rijkers ontdekt voor de koning. Zo, nou jij weer. Ja, dat gaan we missen. Ja, het was een hele grappige, eloquente man. Ja. Maar nu hebben we Rob Jetten, gaat hij in de voetstappen passen?
Hij moet wel nog, hij is natuurlijk kapot gemediatraind, zo bleek zijn eerste week. Het was echt ongelooflijk wat hij als een robot eruit gooide. Steeds hetzelfde zinnetje, heb je het gezien ook? Het was echt fascinerend. Ons drie keer hetzelfde zinnetje achter elkaar ook. Je moet ook dingen natuurlijk... Dat... Maar is dat niet de schuld van ons kiezers en de media? Omdat wij straffen elke uitglijder zo hard af, dan krijg je dit. Dan krijgen we mensen die totaal niks meer, niet van het pad af, helemaal strak proberen. Ja, je weet ook dat je moet iets een paar keer zeggen, want dan wordt het uiteindelijk verknipt en dan wil je je zinnetje... Maar bij hem laten ze alles gewoon staan. Ja, dat is ook Dat gaat het hele ding zien. Ja. Ja, maar toch ken ik niemand die zo snel een slecht imago heeft gekregen als Rob Jetten. Nee. Dus het is eigenlijk een pleidooi van ons uit om hem ietsje meer een kans te geven in het begin. Ja. Ja. Of niet. Of niet. Of niet. Alexander Pechtold heeft dinsdag afscheid genomen van de Tweede Kamer. En dus na 12 jaar van het fractieleiderschap van D66. Het afscheid was voor velen verrassend. Maar volgens insiders straalde hij al een jaar niet meer na onder meer zijn recente privéperikelen. Hij wordt opgevolgd door Rob Jetten, die met zijn 31 jaar de jongste fractievoorzitter in de Kamer is. Zelfs nog iets jonger dan Jesse Klaver en Lilian Marijnissen. Hij staat bekend als progressief en ambitieus. Zijn wat stijve stijl levert hem nu al de bijnaam Robot Jetten op. Die Rob Jetten is al vergeleken met een robot, met Clark Kent, met Ken van Barbie. Maar ik zelf vind het meer zo'n hotelreceptiemedewerker die zegt... Sorry hoor, ik kijk heel even mee met mijn nieuwe collega, want die is nieuw. Zo'n gast die zijn broodje kaas eet met mes en vork. Zo'n jongen die tijdens een potje Trivian na elk goed antwoord van iemand anders toch even moet laten weten dat hij het ook wist. Zo'n type dat je afkeurend aankijkt als je in de supermarkt niet meteen je beurtbalkje op de kassaband zet. Zo'n collega die als die je mailt altijd ook even de baas in de cc zet. Zo'n mannetje dat bij het allereerste kuchje je er al op wijst dat je in een stiltecoupé zit. Zo'n sufkut die echt wel een keer een joint heeft geprobeerd, maar er toen helemaal niks van merkte. Zo'n teringleider die op vrijdag prettig weekend zegt, maar niet tot maandag. Zo'n miezerig ventje dat je ongevraagd gaat vertellen wat er allemaal maar niet in je frikandel zit die je net hebt besteld. Zo'n tyfus kereltje dat in elke conversatie weet te verwerken dat je ooit een paar maanden in het buitenland hebt gestudeerd. Zo'n godvergeten lamlul die zegt dat je niet op moet letten op de rommel als je net zijn keurige werkkamer instapt. Zo'n huftertje dat... Als je twee keer achter elkaar het WhatsApp-geluidje uit je telefoon komt, hoort meteen zegt, zo, populair. Zo'n jongen dus.